But I will be handed back to the Spanish for one day. Breda Nu. Je weet het meteen. De derde etappe van de La Vuelta Hollanda, een van de drie grootste wielerwedstrijden van het jaar, start en eindigt dit jaar in Breda. Waar de tocht allemaal langs gaat, werd op 20 februari in de Grote Kerk bekendgemaakt tijdens de presentatie van de route. Het evenement werd feestelijk geopend door live muziek en de presentatoren kwamen in stijl het podium op. Daarnaast gaf onze eigen burgemeester Paul de Pla een toespraak. Fiesta Vuelta, celebration in the Netherlands, Utrecht, Den Bosch, Breda. We will show the world how beautiful we are. Cycling is in our DNA. Facing the wind, fighting the elements. Breda and Spain have an historical connection. A bond of giving and taking. Next year, Breda will be handed back to the Spanish for one day. And we are happy to do so. To be honest, the budget for sports, the most of the budget, is not in the national plans, it's in the regional and the local plans. So I really have to thank the provinces, Brabant and Utrecht, and the cities, Den Bosch, Utrecht and Breda, because their budget is four times the national budget when it comes to sports. And now, well, we're in Breda, we come to this city, and the third stage will be from Breda, and we have the start and the finish in Breda. So, Mr. De Pla, well done. Er hing een gespannen sfeer tijdens het bekendmaken van de routes. Iedereen was super benieuwd. De route gaat langs verschillende iconische plaatsen in en om Breda. Denk hierbij aan Oosterhout, Bergen op Zoom en Baarle-Nassau. So tell us, why did you choose for the Netherlands? Well, good afternoon everybody, and thank you for your warm welcoming. We got many, many, many reasons, but for me there is one special reason. I love Vuelta. I want all the best for Vuelta. And 2020 Vuelta mark 75 anniversary, 75 edition, 85 anniversary. And for me, there is nothing much better than to come here in 2020 to commemorate that special day for all of us. You know, for me, it's like a dream. You know, it's to be here in the land, in the country of cycling, where all the fans will be in the crowd as we could see in 2009. For me, it's a success warranty. You know, I don't see better place to be part than Holland. Deze wielerwedstrijd laat echter nog wel even op zich wachten. Het vindt namelijk pas volgend jaar, augustus 2020, plaats. Maar als het eenmaal zover is, nemen we natuurlijk even een kijkje.